Deze nieuwstaatszending is weer eens echt nieuws. Ik heb een uitnodiging gekregen van de Wageningen University and Research. Vroeger heette dat Landbouw Hogeschool. Daar ben ik afgestudeerd in 1986 of zo. Ja. En ze houden een wereldlezing op woensdag 26 juni dit jaar, 2019. Dat is over een week of drie of zo. Zoiets, ja. Nee, niet of zo, precies over drie weken. En de titel van die lezing is, of het thema, duurzame voedsel en energieproductie. Dubbele punt. Fotosynthese als groene motor. Nou, daar kan ik gelijk al op reageren. Uh, fotosynthese hoef je niet te gebruiken voor energieproductie. Dus dat uh, is boelpraat. Uh, het rendement van fotosynthese is heel laag. Hey, planten die, uh, kaatsen een heel groot deel van het zonlicht terug. En alles wat je terugkitst als uh, zonne-energie, ja, dat neem je niet op. Hè? Je, kan het wel, ja, je kan het wel toepassen. Er zijn algen die in grote. Uh, algen groeien vrij snel. Hè? En dan heb je een hele grote bakken. moet je allemaal die algen, algen, algen. Ja, dan kan je die algen gaan oogsten en in de fik steken. Heb je biomassa? Maar als je dat oppervlakte zou gebruiken, dan kan je kiezen voor fotovoltaïsche cellen: fotovoltaïsche cellen, PV-cellen of zo? PHV, hebben een rendement van. De 10, 20 procent of zo. Dat halen planten niet. Absoluut niet. En ik zou kiezen voor de, de low-tech variant van zonne-energie. En dan ga je werken met het opvangen van zonlicht. En dat zet je om in hitte. Ja, dat wordt vanzelf, hit, heat, wordt vanzelf hitte. Wat vanzelf warm. Daar moet je metaal voor gebruiken. En metaal, dat doe je dan beroeten. Dat is heel makkelijk. Dat doe je met oude autobanden, oude fietsbanden. Maak je van die zwarte rook. En roet je het mee. En dan moet er een laagje overheen van een of andere kunststof. Want dat roet blijft niet automatisch plakken. Dus er moet een laagje overheen ter bescherming. Dat het niet eraf spoelt als een regenbuien of zo. Ja. Nou, dan heb je nog een collector. En die absorbeert zonne-energie. Punt. En die hitte, daar kan je mee doen wat je wil. Ja. Een makkelijke manier om het om te zetten in elektra is om te werken met het zeebergeffect of zo. Ik houd het altijd... Uh, vergis ik me daar weer in. S-dubbel-E en dan nog iets. <laughs> C-ber of C-bergeffect. Het is hetzelfde als het... Hoe heet dat? Hoe um, je zo'n cel nou ook weer? Dat je een bimetaal hebt. Peltier heet dat. We hebben een peltier element nodig. Dan krijg je elektra. Met een rendement van... Nou, ook 30% of zo. Als je eh, duurzaam energie wil produceren, dan moet je in die lijn gaan denken. En die hitte kan je ook gebruiken voor het aansturen van een sterlingmotor. Maar daar zitten weer be 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 bewegende onderdelen in. En alles wat beweegt, dat slijt. Ja, dat... Moet je onderhouden, dat is nu een zo. En als je werkt met direct zonne-energie, direct omzetten in elektra, dan heb je geen bewegende onderdelen nodig. Nog bij een PHV, fotovoltaïsche, uh, uh, gewone zonnestellen die je overal ziet. Of dat je met uh, low-tech gaat werken. Dat je die hitte opvangt en dan. Uh, nou ja, bla bla bla. Het is allemaal een beetje hetzelfde. Maar niet met bladeren. Nou goed, dan gaan we verder. Dan gaan ze openen. Beste Perry Winkel. Dat is geen correcte aanhef, by the way. wordt te staan beste Perry of geachte heer Winkel. Beste Perry vind ik prima. Maar niet beste Perry Winkel. Dat is Amerikaans. Dan gaat de tekst verder. Op woensdag 26 juni 2019 vindt er weer een wereldlezing plaats. Oh, is hij eerder geweest? Tijdens deze wereldlezing met als thema duurzame voedsel en energieproductie, fotosynthese als groene motor, kunt u luisteren naar de mogelijkheden en ontwikkelingen op het gebied van fotosynthese en daarna in gesprek gaan met de sprekers en met elkaar. Nou, lijkt me leuk. Ik ga er niet naartoe, by the way. Thema. Een kopje. Dat is het eronder. Planten gebruiken zonlicht om voedingsstoffen en energie te produceren voor zichzelf. Gelijk. Uh, we stoppen. Planten gebruiken zonlicht en koolstofdioxide. Om voedingsstoffen en energie te produceren. Zet dat er even bij. Want uh, Geert Wilders, die weet het nog helemaal niet. Die was laatst ook helemaal op zo, zo'n debat zo, op tv. Dus jij maar... Koolstofdioxide, dat is toch juist goed. Ja, nou, dit is toch de Wageningen Landbouwhogeschool, University Research. Planten gebruiken zonlicht en koolstofdioxide om voedingsstoffen en energie te produceren. Ja, precies, want die koolstofdioxide, dat is het verbrande koolstof, en met de fotosynthese wordt de koolstofdioxide gereduceerd tot koolwaterstof. En koolwaterstof, daar kan je weer in een fik steken, of je eet het op. Zetmeel, dat is puur koolwaterstof. En te produceren voor zichzelf. Uh, ja, nou ja, niet helemaal natuurlijk. Dus ook voor ons. Hè. Maar goed. Dit noemen we fotosynthese. Ja. Ja. Je kan. Fotosynthese is. Uh, het proces waarbij koolstofdioxide gereduceerd wordt tot koolwaterstof. Ja, met behulp van chlorofiel. Maar dan komt er een hele mooie zin in. Als we de aarde en de toenemende wereldbevolking op een duurzame manier willen onderhouden... is de natuurlijke snelheid van fotosynthese niet voldoende om genoeg energie en voedsel te produceren. Wat is een toenemende wereldbevolking? Het gemiddeld aantal kinderen onder dat wat dan heet het blanke ras, dat is 1,4 kind per vrouw. Nou, wil je het blanke ras op het huidige niveau houden, dan heb je 2,1 kind per vrouw nodig. Want er gaat wel eens wat mis met zo'n kind. En dan, dan zo'n kind, valt in een ravijn, is het dood of het. Uh, nou, dan weet je wat anders. Het, het wordt fout geboren of zo en het leeft maar drie jaar. Of, uh, gebeuren altijd ongelukjes, dus je moet iets meer dan twee kinderen per vrouw hebben en dan haal je precies hetzelfde aantal mensen. Nou, daar zitten wij onder. Dus de wereldbevolking, hoe zou het toenemen? Ja, niets onder de blanken. Er moet staan, als we de aarde en de toenemende hoeveelheid niet-blanken op een duurzame manier willen onderhouden, nou, dan heb ik gelijk een vraag, waar heb ik helemaal geen zin in? En nog meer ontwikkelingshulp. Wanneer houden we een keer op met al die negers te eten te geven? Want dat is het punt. Het de, de blanke deel der natie, het blanke deel van de wereldbevolking, dat daalt. Maar die Arabieren, dat gaat maar door. En die negers, dat gaat maar door. En ja, dat is dus een beetje hun probleem, dacht ik dan. He? En niet dat van ons. Doe het lijkt mij dat wij die mensen moeten waarschuwen van Mike, luisteren, eh, zoals jullie nu bezig zijn, krijgen we steeds meer mensen en mensen en mensen en waar dacht je dan al die kinderen en kleinkinderen en kleinkleinkinderen van te gaan onderhouden? Hoe kom je dan eh, aan voldoende voedsel? Om maar, wat, om maar te beginnen met voedsel. En hoe kom je dan aan voldoende energie? Ja, leg die vraag bij die mensen neer. Het antwoord is... kijk, okay, momenteel is er voldoende voedsel voor iedereen. Nou, de blanken die mogen iets meer uh, nageslacht uh, voortbrengen. Want op deze manier wordt het wel heel erg saai. Dan worden we straks echt een minderheid op de aarde. En waarom zou je dat nodig? We zitten nu op 5%. Straks is het een uitstervend ras. dan mogen wel wat kinderen bij, hoor. Om die 5% te handhaven. Hè? En die andere mensen die daar ver boven zitten... met 4, 5, 6 kinderen per vrouw... ja, die bevolkingsgroepen moeten even nok-nok... van die foldertjes verspreiden. Maar dat is meer dat wij naar die leiders toe moeten stappen... en tegen die leiders moeten zeggen... van goh, jullie zijn de leider van die uh, zich voortplanten als konijnen... En nou, wat, wat dacht je er zelf van? Ja, maar dat doen we dus kennelijk niet. We hebben het hier over de toenemende wereldbevolking. En die willen wij op een duurzame manier onderhouden. Nou, ja, voor mij hoeven we niet hoor. We hebben het mooie verhaal gehad met uh, Live Aid. Dat was toen zo'n uh, benefit concert met die uh, vent van de Boomtown Reds. Sir Huppertje Pub, Bob Geldof. En dat was om een of ander Afrikaans land te redden van de hongersnood. Ja, inmiddels zijn we nu twintig uh, jaar verder ongeveer. Uh, de bevolking in dat betreffende land is verdrievoudigd, verviervoudigd. En opnieuw dreigt daar een enorme hongersnood. Ja, dan heb je drie live aids nodig om daar de boel te komen redden. Als we dan weer de boel gaan redden, dan hebben we over twintig jaar weer een verdrievoudiging van de bevolking. En dan heb je negen live aids nodig. <laughs> oh die mensen, snappen daar eens niet. Ik weet niet wat ze nou precies niet snappen, maar uh, iets snappen ze niet. Oh, ja. ja, ik vind het vrij simpel, hoor. Maar uh... ja, oh, ik snap het wel. Niet zoveel te eten is, dan moeten er niet te veel kinderen komen. In ieder geval niet, moeten er niet meer mensen komen. Punt. Klaro. He? Toch uh, eenvoudig. Maar dat begrijpt men dus in Afrika en, en, en in Arabië en dat soort landen ja, niet echt, heb ik het idee. Maar. Ja, ik weet het niet. Kijk, als wij geen immigranten hadden gehad hier in Nederland. Dan was het aantal uh, Nederlanders, het was gedaald. De Nederlandse bevolking stijgt omdat er heel veel mensen hier naartoe komen. Maar ja, dat is niet echt uh, dat ze dan meer gaan eten of zo. Want ze eten dan hier in plaats van in uh, Marokko. Dus dat is geen hogere belasting van de aarde of zo. Ze eten alleen op een andere locatie. Snap je Nou, kijk je onder die gezinnen, die Arabische gezinnen, ja, dan heb je toch wel gezinnen met vrij veel kinderen. Ook niet iedereen hoor. En het schijnt zo te zijn dat als die gezinnen, of dat die families, die mensen, als die wat langer hier in Nederland zijn, dan heb je de ene, tweede generatie, de derde generatie, dan daalt het aantal kinderen per gezin ook, per vrouw ook. Dus ja, maar daar zit natuurlijk de oplossing hier. Nou, dan gaan ze weer door in dit uh, artikel. Vinden even de uitnodiging. Er zijn nieuwe technieken in aanloop op fotosynthese te optimaliseren. Er zijn nieuwe technieken in aanloop op fotosynthese te optimaliseren. Ik slechte zin. Dubbele punt. Allereerst kunnen we planten veredelen. We gaan dat niet uh, GMO doen, hè? van uh, genetisch gemodificeerde organismen of zo. Hè? Om fotosynthese sneller laten... Om fotosynthese sneller laten plaatsvinden. Wacht nou eens even. Allereerst kunnen we planten veredelen om fotosynthese sneller laten plaatsvinden. Sneller te. Laten plaatsvinden. Dan miste een woordje te. Het Nederlands klopt niet. Met sneller groeiende gewassen als resultaat. Nou, ja, dat, dat klopt, ja. Daarnaast is het mogelijk om het proces van fotosynthese kunstmatig en effectiever na te bootsen om zo duurzame energie op te wekken. Oh, dat klinkt wel aardig, maar dan nog. Denk ik niet dat dat een hoog rendement op gaat leveren? Omdat bij fotosynthese wordt alleen het rode en het blauwe deel van het zonlicht geabsorbeerd. En alles wat er tussenin zit, dat is groen, dat wordt teruggeketst. Omdat zijn planten ook groen. Omdat het groene deel van het spectrum dat wordt niet wordt geabsorbeerd door de plant. De sprekers zullen deze twee verschillende opties bespreken. Oh ja, dus we gaan planten veredelen en we gaan namaaksynthese ontwikkelen. En dan gaan ze die opties bespreken waarin zowel maatschappelijke als economische belangen en behoeften aan bod komen. Oeh. Er gaan twee professoren gaan spreken, dat professor dr. Mark Aerts en professor dr. Joost Erik om zes uur mag je binnenkomen. Dan is er ontvangst en een lichte maaltijd. En dan om zeven uur is er een welkom en een opening. En om kwart over zeven. Uh, gaat er gekletst worden. En om acht uur is het ook klaar. Oh, dan gaan we discussiëren. En om negen uur gaan we een drankje drinken en uh, napraten. En om half tien is het afgelopen. <laughs> een drie kwartier gekletst. De wereldlezing is gratis. Dat is ook lekker mooi. Dat gaat even op kosten van de belastingbetaler. Als ik dus gewild had... was ik hier naartoe gegaan... had ik even een mooie gratis maaltijd. Een lekkere lichte maaltijd. Hmm. En dan heb ik even dus... Uh, ja, om zeven uur... beginnen ze te kletsen... Uh, dan moet ik tot, van 7 tot 9 daar een beetje zitten tandenknarsen natuurlijk, want dat al, ik denk niet dat ik daar iets aan heb mede te delen of toe te voegen of zo. Uh, dan moet ik twee uur lang mijn mond houden, maar dan krijg ik een drankje. Hmm. Nou, Na praten dat doe ik toch niet. En half tien weer naar huis. Ja, heb ik lekker gegeten op kosten van de belastingbetaler. Yeah. Dus de wereldlezing is gratis, maar aanmelden is verplicht en kan via de oranje knop onderaan deze mail. Er is plaats voor maximaal 100 deelnemers. Hier komt er druk ook. En de mail is geschreven door Delia de Vries. Ja, misschien dat ik Delia een mailtje kan sturen. Ik zeg dan beste Delia. Zal ik bij jullie in dienst komen om dit soort mails even op het Nederlands te controleren? Ja, terwijl ik helemaal geen afstudeervak Nederlands heb gehad aan de landbouwerschool. Ik ben afgestudeerd in Milieuhygiëne en uh, Informatica. Ja, gaandeweg leer je Nederlands. Veel boeken gelezen. Er zijn nieuwe technieken in aanloop. Er zijn nieuwe technieken om fotosynthese te optimaliseren. Dat hele in aanloop op kan weg. Er zijn nieuwe technieken om fotosynthese te optimaliseren. We kunnen planten veredelen om de fotosynthese sneller te laten plaatsvinden. Ja, de vraag is natuurlijk of je daarmee de groei van de wereldbevolking bij kan houden. Want dat betreffende land in Afrika, waar ik het net over had. dan had je dus in 20 jaar tijd drie keer zoveel mensen. Ja. Dan moet je dus in 20 jaar tijd. Moet je de fotosynthese drie keer zo snel laten lopen. Mauw. Wow. De lat ligt hoog, denk ik dan. een fotosynthese kunstmatig na te bootsen. Wow. Ja, daar zou ik niet aan beginnen. Zou er echt gaan nadenken over. Uh, uh, ja, uh, de oude auto's en al die dingen. Al dat, dat metaal wat uh, gedumpt wordt. Uh, ik was vandaag op de, bij de stort hier in Arnhem. En de container staat vol met het, allemaal oude huishoudelijke apparaten. Koelkasten, wasmachines. Mensen moeten daar vanaf. Ja, kom op met dat metaal. Gewoon uitwalsen. En dan beroeten. En dan maak je een soort kunstmatige boom of struik of zo maak je ervan. En die zeg je dan. Nou, ik zou het niet in Nederland neerzetten. Maar ik zou het ergens in. Ja. Turkije of zo. Daar moet je het neerzetten. Daar moet je al die zonnestralen absorberen maar. En al die hitte, ja, is praat je in Turkije. Heb je? Een kilowatt per vierkante meter, hoor. Bijna. Wat er binnenkomt, hè? Aan hitte. Ja, dat is een kilowatt per vierkante meter, jongen. Dat is Burn Baby Burn Disco Inferno. Nee, ja. Ja, je mag je zorgen maken met dit soort mensen aan het hoofd. Hè? Die hun Nederlands niet goed beheren. En, Nee, daar word je niet blij van. Ik niet, mensen. Dat maakt mij verder niet zoveel uit. Hoor. Ze bekijken het, man. Ik had helaas, of alweer een paar jaar terug een jonge vrouw op bezoek voor iets anders hoor. En die bleek te studeren aan de Wageningen University Research. Wageningen University en Research. Oh, wat interessant, heb ik ook gezeten toen het een landbouwerschool heette. Oh, zei ze, nou. Wat interessant dat u er ook heeft gezeten. Ik zei, nou, je hoeft geen u te zeggen, zeg maar jij. We zitten niet in België. Ja? Even terug naar het Nederlands. En toen op het einde van uh, vroeg ik aan haar, het waren klaar, ze dus hebben van alles gevraagd aan mij. Ik heb netjes antwoord gegeven. onder op zijn punt weg te gaan, toen vraag ik nog even aan haar bij het afscheid nemen van. Hoe denk jij over die CO2-misère? Ze zei: Ja, erg, hè. <laughs> Ik zeg, Heb je ooit gehoord van de koolstofcyclus? Oh, zei ze, wat is dat dan? Ik zei: Nou, als je koolstof verbrandt, dan krijg je koolstofdioxide. Want als je iets verbrandt, dan is dat oxideren. Nou, dat wisten ze dan nog. Ze zei: Ja, en als je het eraf haalt, dan noem je reduceren. En dan krijg je koolwaterstof. Oh ja, zei ze, wat eenvoudig. Ik zeg, ja. Ja, koolwaterstof wordt uh, geproduceerd bij de fotosynthese. Oh, is oh dus, uh, dat is makkelijk. Oh, is dat wist ik helemaal niet. De milieuhygiëne. Ja. Nee, ik, uh, ik hoop dat er wat mensen van de Landbouwhogeschool hier naar luisteren. En, uh, ik ben altijd te bereiken voor commentaar. Je kan uh, onder deze video zo even een reactie neerzetten. Als je het er niet mee eens bent. Maar wat ze nu van plan zijn, uh, dat slaat helemaal nergens op. Want men heeft helemaal gelijk dat uh, bevolkingsgroepen anders dan het blanke ras, ja, die neuken tegen de klippen op, in de zin van kinderen krijgen. En dat is niet, dat is niet duurzaam. Dat is absoluut niet duurzaam. Maar dat los je niet op door uh, ja, genetisch gemodificeerde planten te gaan maken. En uh, dan... Uh, nee, dat kan toch niet, man? Kijk, wij kunnen hier in Nederland, dacht ik toch... Ja, wij kunnen onszelf wel bedruipen qua... Qua voedsel, hè? Dacht ik hoor. Dat konden we in ieder geval uh, ooit wel. En een land als Frankrijk kan zichzelf bedruipen qua voedsel. Frankrijk kan heel Europa voorzien van voedsel. Moet je Frankrijk helemaal voorprempen met... Uh, ja, Landerijen, waar, boerderijen en zo. Maar, maar dat kan. Europa kan zichzelf wel voeden. En wij hebben niet zo'n explosieve bevolkingsgroei. Dus, ja, en bij ons zit het probleem niet. En het probleem zit inderdaad bij die regio's waar men veel te veel kinderen krijgt. gezien de omgeving, gezien het ecosysteem. En dat kan niet anders leiden tot, dan, dan tot een groot drama. Er is een, een, een beestje. Een soort van heel klein garnaaltje. Hoe noem je dat? Ja, dan noem het maar een heel klein garnaaltje. Dat is een superklein beestje. Plank, en die plankton is iets groter. En dat zit ergens in de, in de noordelijke zeeën. En die populatie die, die stijgt dan. En die bereikt een, een soort maximum. Ja, te hoog maximum. En dan is er plotseling helemaal geen eten meer voor al die beestjes. En dan beginnen die beestjes af te sterven. Maar met dat die beestjes gaan afsterven. krijg je allemaal rot. En in die rot ontstaat er geen nieuw voedsel. Dus de afstervende beesten. kleine beestjes zo zijn het. Maar ieder beestje wat doodgaat, creëert vervolgens met al die rottende toestanden twee, drie, vier, vijf andere dode beestjes. Dus die populatie die, die stort als een, als een wie de weerga in elkaar, totdat er nog maar tien, bij wijze van spreken, nog maar tien over zijn. A survival of the fittest. En als dan die hele bevolkingsneergang van dat kril of wat weet dat spul, is dat voorbij gewaaid dan begint het hele circus weer opnieuw. En de grap is, dat heeft een, een hele stabiele frequentie. Je kan er de klok op gelijk zetten. Eens in de vier jaar bereikt die krilpopulatie of garnaaltjespopulatie, een hele kleine beestjespopulatie, daar bereikt ze maximum. Dan stort het weer in elkaar. En dan beginnen weer de groeien als een debiel En vier jaar later stort het weer in elkaar. En dan beginnen weer de groeien als een debiel En vier jaar later stort het weer in elkaar. Ja. Nou, zoals we in Afrika bezig zijn, dat lijkt heel erg veel op wat die garnaaltjes daar doen. In die Noordelijke IJssee, of waar het ook maar is. En die garnaaltjes kan je niks kwalijk nemen nu. Uh, ja, we kunnen je er tegen zeuren. Maar mensen die zo omgaan met hun ecosysteem. Ja, die moeten dat. Ja. Uh, moeten, moeten we die gaan helpen? Uh, wie niet horen wil, die moet me voelen. Dat ja, toch? En ik kan me voorstellen hoor, dat al die ontwikkelingshulp en alles wat wij daar in dat continent Afrika, om er maar eentje te pakken, alles wat wij erin gepompt hebben aan hulp, dat dat alleen maar het ecosysteem heeft verstoord. Zodat die mensen dachten van, oh ja, als we zoveel hulp krijgen, dan kunnen er nog wel twee kinderen bij. Terwijl er helemaal geen ruimte is in het ecosysteem voor zoveel extra mensen. Punt. wat nog laatste stond er in de krant de, ja in de krant heb ik dat niet gelezen ik las het op internet maar het was een artikel uit een of andere krant het was een land in Afrika waarbij in het noorden van het land was een droogte uitgebroken dus daar hadden ze niks meer te eten en die mensen die kwamen de man naar het zuiden toe want daar was nog wat te eten maar in het zuiden hadden ze nauwelijks te eten hadden ze net genoeg voor zijn eigen ja, en dan komen die Noorderlingen er binnen wandelen. van kennen we hier ook wat te eten krijgen. en een oorlog man. en dan elkaar in de pan hakken, en lalalalala. En in dat artikel, wat dan ook in de krant had gestaan. dan werd er gezegd, ja. en dat komt allemaal door de klimaatverandering. en het is onze schuld. Dan denk ik, nee, het is helemaal onze schuld niet. Het punt één, het klimaat is helemaal niet veranderd. niet tot nu toe. Nou, ja, het wordt een beetje warmer, maar. Ja, kom op man. Is dat antropogeen? Is dat veroorzaakt door de Nederlanders? Nou, uh, hallo, alsjeblieft hoor, kom op. En ja, dat is nooit aangetoond. Je bent onschuldig totdat het tegendeel bewezen is, toch? Nee, het was een onze schuld dat uh, in dat Afrikaanse land dan die Noordelingen, die Zuidelingen in de pan gingen hakken en vice versa. Volgens mij is die mensen hun eigen schuld. Punt. Ze mogen toch inmiddels weten, bedoel, zij, zij zijn in die regio opgegroeid, die mogen toch inmiddels weten hoe het klimaat van dat land is. En dat het daar niet eh, altijd regent. In Nederland kan je er niet van uitgaan dat het elke zomer lekker weer zal zijn. We hebben nu een tropische dag gehad. Nou, weer een lekker warm weer trouwens nu. Maar dat zijn uitzonderingen. Daar kan je hier niet van uitgaan, hoor. Maar vorig jaar met die zomer, dat was het echt knetterheet. Maar hoe zal het deze zomer zijn, weet je veel? Ik bedoel, dit ziet er aardig uit. Maar vorig jaar met die nazomer, wow, het wat het het was het warm toen, zeg. Ik weet nog dat ik hier in bed zat en ik dacht van, heb ik koorts? Ik zit te zweten, man. Dan keek ik op internet en dacht ik, oh, het is 31 graden Celsius. Oh, ik dacht van, ik had zweet op mijn kop staan. Denk ik dacht, heb te veel gesopen of zo. Ja, toen dronk ik nog en dronk ik best heftig. En als je veel drinkt, krijg je dat ook. Je moet ook niet zweet aanvallen. Ja, dan zal ik je verder niet meer lastigvallen. Drink niet zoveel, by the way. Ik heb het wereldkampioenschap bier in korte tijd en dat staat op mijn naam. En probeer me nou niet van de troon te stoten. Gun mij die rol als <laughs> de bierzijper van Arnhem. Hey, kom op. Ik denk dat ik het meer naar mijn zin heb dan uh, die mensen die zo dadelijk op uh, wat is het, 26 juni uh, op die woensdag daar gaan zitten luisteren drie kwartier lang naar kunstmatige fotosynthese. Oh, Wanoplossingen voor non-problemen. Meer is het niet. Nu nog even nadenken over een pakkende titel. <laughs> Iets wat dermate schofferend is... dat zoveel mogelijk ingenieurs en Wageningense studenten... denken van, ja, maar dat mag je niet zeggen van onze universiteit. Nou, ik denk het wel. Hoe stupiditeit dat is nog nooit een voorwaarde geweest voor overleving. En aangezien in Wageningen, daar sterft het allemaal van de darwinisten, Ook wel een teken van stupiditeit natuurlijk. Maar uh, je mag toch nagaan. Dat er, ja, je kan het er tellen op je vingers. Dat. Ja, stupiditeit, dat is niet een overlevingsfactor. Liever heb je slimme mensen. Die hebben een betere kans op overleven. Het is trouwens ook vastgesteld. Mensen met een hoog IQ worden ouder ik weet niet hoeveel ouder maar ga ik de volgende keer eens over hebben over uh, IQ en leuke dingen met IQ <laughs> heel bizar dan niet Hé, hey, maar jullie hartstikke bedankt voor het luisteren en jullie hoeven ook niet 26 juni uh, uh, 2019 naar de wereldlezing want uh, jullie zijn waarschijnlijk niet afgestudeerd aan de landbouwschool en dan kom je er niet eens in uh, jullie kunnen jullie keuze uh, dat probleem van zal ik gaan of zal ik niet gaan? Nou, dat probleem heb je niet. En daarom kan ik ook heel blij zeggen tegen jullie. Tjus. En dag lieverds.